Het gaat sportief slecht met NAC. De ploeg staat 17e en degradatie dreigt. De schuldige is volgens een deel van de fans technisch directeur Graham Rutjes. De druk op Rutjes neemt steeds grotere vormen aan. Ga je je karwei afmaken hier? In principe wel. Daar ben je voor aangesteld. Dus tegelijkertijd, en dat weet iedereen, je weet hoe het in de voetballerij gaat. Dat er komen altijd wel weer bepaalde krachten, komen er altijd wel weer los. We gaan er gewoon vanuit dat ik het gewoon afmaak. Maar voel jij die druk, voel jij die krachten? Natuurlijk, elke dag. Ja, maar dat is natuurlijk al veel langer bezig. En dat heeft allemaal te maken met de slechte prestaties van NAC Breda. De club staat 1 na laatste en degraderen zou een ramp zijn. Vorige week stuurde Rutjes Mats Seuntjes en dat na de Tiger de Wini weg, omdat ze zich niet professioneel gedroegen. Vandaag sloten ze weer aan bij de selectie. Ja, was het terecht, als je terugkijkt, dat je die schorsing aan je broek hebt gekregen? Ja, wie ben ik om dat te zeggen dat terecht is of onterecht? Ik vond het ook niet onprofessioneel wat er gaande was. Maar zoals ik zei, het is besproken nu. Zij begrijpen mij, ik begrijp hen. Ik bedoel, die keuze moet ik niet maken, die maken andere mensen. En zij denken dat ze daarbij de goede keuze maken. Het blijft een beetje hangen zo, hè? Nee, dat heeft niks met toe te geven te maken. En zoals ik zei, we hebben het gewoon over gesproken, we waren eerlijk naar elkaar toe. Het is nu gewoon uitgesproken en we gaan gewoon weer verder. Gewoon niks aan de hand. Niks aan de hand, tot zaterdag dan. Want dan dient zich weer een nieuw probleem aan. De uitwedstrijd tegen Cambuur Leeuwarden.